Nou, de problemen die zijn er al zo'n tussen 2 en 3 jaar vanaf de huidige coördinator. Dat is mevrouw Silla Deel. Dat is haar naam, aangewezen werd. De vorige directeur werd toevervangen en zij werd ongeveer 3 jaar geleden aangewezen. De problemen spelen er al vanaf dat moment. Het is namelijk iemand die totaal geen leiding kan geven, niet competent is, niet kan communiceren, raakt constant in problemen met medewerkers, met bewoners, etcetera, etcetera. En dat speelt al een behoorlijke tijd. Het is zelfs zo erg geweest dat ze in conflict gekomen is met het bestuur van de stichting. Want het bestuur van de stichting moet controle uitoefenen op haar beleid, maar dat kon het bestuur niet, omdat zij dat niet toeliet. 2 mensen hebben van het bestuur aan ontslag genomen. Anyway, we hebben brieven geschreven aan de minister. Uiteindelijk is hij 1 maand geleden bij ons geweest. En hij heeft beloofd dat hij een interim management team zou aanstellen. En gevraagd als we die poort weer open willen doen van die mevrouw Deel dat die binnenkwam. Want we hadden de zaak gebarricadeerd en we hadden haar buiten gehouden. We hebben dus toen water in de wijn gedaan en gezegd, oké, minister, we gaan akkoord. Laat het management team 1 maand lang haar werk doen, interim management team. En dan zullen we verder kijken. Maar we hebben ons in nog uitgesproken over de manier van leiding geven. En de verpaupering van de Esther-stichting. De Esther-stichting gaat zien er ook achteruit. Na 1 maand is er nog niets gebeurd. Die dame is natuurlijk teruggekomen. Dat was de afspraak. We hebben het toegelaten. Dat was de actie van de bewoners. Maar wat is nu gaan gebeuren? Ze is dan nu bezig om systematisch iedereen die kritiek heeft op haar beleid, die dingen ook anders wil zien, weet je, probeert ze dus het leven zuur te maken, hier weg te krijgen. En de grote fout die ze gemaakt heeft, is om het hoofd van de verpleging, dat is een zeer kundige dame, mevrouw Medar, ze heeft kans gezien om die vrouw op staande voet weg te sturen naar huis. Ze heeft dat medegedeeld, mondeling medegedeeld, niet eens in de vorm van een brief. Dus de rest van het personeel, niet alleen de bewoners, het personeel is dus nu massaal in actie gekomen. En wij als bewoners hebben dat ook ondersteund. We hebben van haar geëist dat ze onmiddellijk die bus, ze is namelijk een Noordbusje, die ze als privé bezit gebruiken. En die bus is voor de patiënten bestemd, voor de bewoners bestemd. Er is een dienstwagen, maar ze wil die dienstwagen niet rijden. Ze wil per se die Noordbus. We hebben geëist van haar dat ze gelijk die Noordbus inlevert. Ze wilden dat niet natuurlijk. En toen ze weg wilden rijden, hebben we dat geblokkeerd. We hebben barricade opgelegd, zodat ze niet naar buiten kon. De bewoners en personeel hebben massaal geprotesteerd. Uiteindelijk heeft ze het terrein verlaten en heeft het regio-bijstandsteam erbij gehaald. En het regio-bijstandsteam is gekomen. We hebben ze uitgelegd wat er aan de hand is. Ze hebben gevraagd aan haar en aan ons van wie dat busje is. We hebben gezegd, staat op naam van de Esther Stichting, niet op haar naam. Dus ze hebben maar besloten het zo te laten en ze zijn vertrokken. En ze hebben toen aan ons medegedeeld dat zij het hierbij laat. Ze is ook tot de dag van vandaag niet gekomen. Vandaar, we hebben geëist, het ministerie gebeld en gevraagd dat ze die bus inlevert. En dat ze een andere iemand hier plaatsen die kundig is, die leiding kan geven. En die constant in conflict is met personeel, met de bewoners ook. Dus we wachten nu op wat het ministerie zal doen. Ze is dus niet gekomen en bedoelt u daarmee dat ze zelf heeft bedankt? Ja, ze is van ja, ze heeft nog niet, officieel weet ik niet hoe dat allemaal gaat, of wat ze gaat doen, maar ze is vandaag, heeft ze een medewerker gestuurd die met haar vertrokken is, om wat geld achter te laten, 10.000, maar de sleutels van die bus willen ze niet achterlaten, dus de mensen die in ontvangst moesten nemen hebben geweigerd. Ze hebben gezegd, nee, zo doen we dat niet. Ze hebben die hele trommel die ze heeft meegenomen met het geld achterlaten. En zij moet dat persoonlijk zelf doen. Ze moet niet een secundant van haar sturen om dat te doen. Zo onbeleefd is ze. Maar die bus heeft ze nog niet, die sleutel heeft ze nog niet ingeleverd. Maar die bus gaat nu weg. Daar hebben wij, die hebben wij gebarricadeerd, zodat de trein niet verlaten kan met die bus. En ik denk dat ze het ook zal opgeven. Maar het ministerie moet nu maatregelen treffen, want wij als bewonersraad hebben eigenlijk de afspraken die we gemaakt hebben met de minister toen hij hier was, 1 maand geleden, is hij niet nagekomen. Hij zou een interim management team benoemen. We hebben het management team nooit gezien. Want ik vertelde u dat 2 mensen van het bestuur bedankt hebben, waaronder de voorzitter.
Hij heeft een nieuwe voorzitter van het bestuur aangewezen. En tot op de dag van vandaag is het bestuur niet bij elkaar geweest. Dat hebben de rest van de leden met ons verteld. Dus dat is de situatie. Dus en is het ligt nu op de helft van het ministerie. Zij moeten hier, wij gaan eisen dat wij deze dame, mevrouw Deel, die niet kundig is, die geen leiding kan geven, dat wij haar niet terug willen hebben hier.